Nou, laten we. Weet je, ik ga lekker van start. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik ga vanavond de cuties van Josette, de Great Outdoors Collection. Echt, ik vind hem geweldig. Ik heb hier alvast al kaartjes liggen. Kijken of ik dat zo kan doen. Dit is Jack the Beaver. Nou, daar heb ik een sidekick pagina van gemaakt. En tekststempel is ook van deze collectie. Damn, you're cute. Ik vind de film gewoon zo leuk. Damn, you're cute. Dus dit is dan Jack. Even kijken. Ik leg het even die kant neer. Dan hebben we Liam de Moes. En de Moes, daar heb ik, die heb je al gezien. Daar heb ik een wiebelkaart van gemaakt. Dus ja, ik vind ze gewoon heel leuk. Dus dan even kijken. En ik had de Mountie, maar ik ben mijn Mountie kaart kwijt. Ik had ook echt een Mountie gemaakt. Waarom de Mountie? Want je kunt er gewoon een politieagent van maken. Ja, ik ben gek van de serie When Calls the Heart. En daar zit een Mountie in. En ik dacht, nou die Mountie, ik vind hem gewoon leuk. Maar ik kon mijn kaart niet vinden. Ik weet niet wat er gebleven is. Dus daar heb ik nu even geen voorbeeld van. Maar ik ga toch opzoeken waar het die. Ik ben bang dat die achter mijn kast is gevallen. Want ik leg ze altijd apart in een apart vakje. Als ik nieuwe dingen bezig ben. Maar ja, die denk ik weg. Nou, dan ga ik hier de leuke Bear Moose Beaver clear stempel laten zien. Echt wel leuke tekst erop. Is It's the Moose Wonderful Time of the Year. Dus not the most, maar the moose. Wonderful. I love you very much. Are you a beaver? Sending you big bear hugs. Wishing you a very merry Christmas. Damn, you're cute. Die vind ik gewoon echt heel leuk. Thank you very much. Have a moosey. Nou, deze kan ik niet goed uitspreken. Moosing birthday. We are so damn proud of you. Moosey tracks. Merry Christmas. Have a damn good birthday. Dus ik vind hem wel heel erg leuk. Gewoon niet standaard tekstjes. Nou, dan heb ik hier Ollie de Beer. En Ollie is toch wel een van mijn favorietjes. Ben ik wel goed in beeld. Want ik heb hem een beetje ingezoomd. Dus misschien had ik dat niet moeten doen. Maar nou, die ga ik dus ook gebruiken vanavond. En ik ga dus deze kaart maken. Deze heb ik als voorbeeld gemaakt. En deze kaart ga ik dus maken. En dan kun je ook meteen zien. Hier heb ik heel zacht roze gebruikt. Hier heb ik wat hardere rode wangetjes gemaakt. Dus ja. En nou heb ik hem als kerstkaart. Maar je hoeft hem natuurlijk niet als kerstkaart te gebruiken. Hè? Dus wat dat betreft, je kunt er alle kanten mee op. Maar deze ga ik dus maken. En, om even kijken, mijn stans. Ik heb daarvoor nodig. Deze stans, deze plannerstans. En alle materialen staan weer boven de live gelinkt. Als het goed is heb ik alles gelinkt. Ik heb het gelinkt en Loes heeft ze gemaakt. En dan heb ik van het nieuwe papier, dan moet ik even spieken hoe dat ook weer heet. Christmas Field Notes. Heb ik dus een kaartje gesneden van, en dan ga ik ook even opmeten, 10 bij 21,5 dacht ik. Even kijken. Ja, 10,5 bij 20,5. Nou, ik zat ernaast dus. En dat kaartje wil ik zo, want ik wil die gaatjes niet, ga ik zo hierop vastplakken met wat tape. Ah, Irina. Ik moet wel hoger werken, zie ik. Oh, ik moet inzoomen. Even dit plakmandje aan mijn broek doen. Even overal een beetje hetzelfde van de kant. Als het goed is, moet hij dan dadelijk er goed uitkomen. Ik moet alleen nu wel even naar de stansmachine. Want die heb ik niet hier bij de hand. Dan moet ik even
Klein stukje weg. Ik ben zo terug. De meeste is al daar gebleven. Heel voorzichtig. Plakband. Ik had bij die andere kaart, was het plakband, scheurde een stukje papier kapot. Nou vond ik dat niet zo erg, want ik ben niet zo... kan ik hem laten zien nog? Ja, dat kan ik laten zien. Kijk, zie je? Hier zat een stukje uit en hier was een stukje afgegaan. Maar goed, dat maak ik bruin en dan denk ik, nou, echt niet moeilijk doen. Ik zal het nu proberen om het netjes te doen. Zo. Kijk, dan kun je zien dat je ook de stansen vaak kunt gebruiken voor meer dan alleen maar plannerpagina. Want ik ga hier gewoon een slimlijnkaart van maken. Die mag ook aan de kant, heb ik niet nodig. Eerst er alles uit. Nee, nog niet. Verder is wel. Ja, nou dan ga ik hem eerst even beïnten. Ja, dat is een mooie mal, hè. Die, wat zijn er? Allemaal met deze kun je gewoon heel gemakkelijk gewoon als een slimlijnkaart pakken. En ik had eigenlijk eerst bedacht van zal ik hem van tevoren stansen, maar ik denk, dat kan ik beter laten zien. Ik vind het wel leuk dat jullie er zijn, dat jullie hier zijn komen kijken. Want er zijn natuurlijk wat meer. Met het tijdsverschil zit nu natuurlijk Els ook. Dus ik vind het wel gezellig dat ik een paar hier zitten. Beetje niet te moeilijk, gewoon. Ik heb de Oxide The Gather Twix, heb ik nu. Het is wat donkerder. Ik wil gewoon echt van dat... Zeg maar dat wit er zoveel mogelijk vanaf. Hier nog een beetje tussen. Hier nog een beetje tussen. En dan denk ik dat ik wel een heel eind ben. Nou. Nou, maar deze, dit is ook een van de papiertjes van die nieuwe collectie. Maar dan moet ik even kijken dat ik, kijk, die heeft van die strookjes, dus ik wil die strookjes wel zo houden. Voor als ik dadelijk een andere plannerpagina ga doen. Even kijken, dan ga ik deze even helemaal inlijmen. Ik ga niet met tape aan de slag, want dat vind ik lastig. Dit kan ik nog schuiven en tape, dan ben ik ja, klaar als het niet goed gaat. Dan kun je ook zien dat het papier ook mooi is om kaartjes mee te maken. Vanavond om 8 uur komt er ook nog een video van mij waarin ik ook dit papier gebruik voor de december DBD. Ik vind het echt helemaal geweldig. Hier. Dus ik had 3 pakketten. Omdat ik hem ook wilde gebruiken voor de december DVD. Maar voor kaarten maken is ook erg leuk. Nou. Zie je, en dan zit ook meteen mijn heel bureau vol. Want het is...
Maar deze kant wil ik hem gewoon tegen de rand dan hebben. Pak ik even een stukje een babyloodsdoekje dat ik hier de lijm even van af heb. Zo. Jullie willen niet weten hoe mijn bureau eruit zag. Kijk, zo'n beetje gespetterd hier. Ik had gespetterd en met de spetterbox, want hier zitten echt enorm veel spetters op. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien als ik hem laat zien. Van dichtbij. De spetters zijn hierop zitten. Dus alles zat vol. Werkelijk waar, alles zat vol. Ondanks de spetterbox. Maar goed, ik ben van de spetters, dus deze ga ik gewoon hier langs afknippen. Dan ga ik hem nog een keer even aanzetten met ruim. Want die onderste pagina die is natuurlijk ook met een witte randje. Even kijken, waar ga je morgen naartoe? Oh, ja. Dus het is vrijdagavond inderdaad, soms als we met een paar man tegelijk zijn, dan is het echt eerst de avond. En nu de klok even in Amerika nog niet verzet is. Nou, dan heb ik hier de slimlijnkaart en dat zijn kant-en-klaar pakketjes. Ik ben er helemaal weg van. Dus dit is een pakket met 50 kaarten en 50 enveloppen. Ik vind het super handig. Dus... Dit is wel wat korter. Dus ik moet er een klein stukje van afknippen. En het is een klein stukje breder. Dus ik ga gewoon... hij helpt een klein beetje... Aan allebei de kanten een millimeter zet je er langs. Maar die millimeter is niet erg. Maar ging Rianne ook met ECD? Want ik weet echt niet wat Rianne deed. Ik weet wel wat Els deed vanavond. Dat hebben we even afgestemd op elkaar. Even kijken. Zo. Hi Wally. Even kijken. Ik denk dat jullie het hebben over de... Even kijken. Ik ga morgen de credo. En hoe was de credo aan jou? Dit stukje ga ik er natuurlijk ook gewoon afknippen. Ik ben er echt al jaren niet meer geweest. Met de credo. Dan heb ik van een stukje smooth cardstock. Er zitten in die set ook standjes, losse standjes voor de hulsbladeren. Die passen niet. Die zitten dus niet dezelfde vorm zeg maar als hier. Dat is gewoon een losse. En die kun je gewoon ergens plakken waar je er zelf wilt. Even. Ah, oké. Okay. Jan heeft ook altijd leuke ideeën. Dus. Nou, dan heb ik hier van die foam. Kijk, dit is een nieuwe. Die waren van mij nieuw. Oh, blijft er eentje achterhouden. Met een
eentje en eentje moet ik door de midden knippen. Maar dan ga ik niet met die goede schaar doen. Dan doe ik wel met schaar die waar dan niet zo erg bij is. Andere helft zit hier. Zo. Schuiven we alles aan de kant. In een live schuif ik altijd alles aan de kant. Ik begin altijd heel netjes. Alles ligt dan georganiseerd en een schoon bureaublad. Ligt geen zooi. Aan het einde van een live. Dan lijkt het wel of dat er een windhoos hier doorheen is gegaan. Storm Kira, zeg maar. Nou, hier zet ik een beetje lijm op. En dan gaan we eens kijken hoe ik hem neer zal leggen. Lekker hier. Top. Oh, dan ben ik iets vergeten. Ziek. Dat ik iets vergeten ben, maar dat lukt denk ik nog wel. Ook met de diertjes. Namelijk met de diertjes vanavond. Ik heb hier namelijk allemaal besjes in zitten. Naast de beer. Want de beer ga ik natuurlijk daar ook mee in elkaar zetten. Heb ik ook allemaal besjes. En die wilde ik eigenlijk ook op die doen. Dus ga ik even kijken waar het dan nog kan. 1. Die kan ik nog. Op die groene. Zo. Oh ja. Moet even alle dotjes doen. Ik heb wel van een andere kleurkaart gekozen. Dan was jullie denk ik al opgevallen. Ja, ik heb er altijd een hekel aan om twee zelden te maken. Meestal maak ik eigenlijk haast nooit geen voorbeeld meer van tevoren. Maar deze moest ik qua maat even alles uittesten. Of dat wat ik in mijn hoofd had ook klopte. Dus toen dacht ik, ja, maar ik ga niet twee dezelfde kleuren doen. Zo, heb ik dan alle dingetjes. Die kan hier, zit nog eentje en daar kan er nog eentje tussen. Zo. En hier nog eentje. Zijn jullie stil, zeg? Slokje drinken. Dan raad deze even aan de kant. En dan pak ik even een sheetje. Dit is gewoon de achterkant van dubbelzijdige tape of van magneetvellen. Er zit ook zo'n witte achterkant aan. En die gebruik ik dan weer om te plakken en te beinkten. Dus dan ga ik even kijken wat ik allemaal heb. Nou, ik heb hier een, want ik had twee dingen gedaan. Ik wist nog niet welke dat ik zou doen. Een rode muts en sjaal of die mooie groene met dotjes. Ik weet het nog niet. Dan dit bij de muts. Dus daar hoeft niks mee te gebeuren.
Het makkelijkste is dat alles hier in een doosje zat. Hier heb ik het gezicht, heb ik op dubbelzijdige tape zitten. De voetjes heb ik ook op dubbelzijdige tape zitten in het bruin en het wit. Dan het gezicht. Dus alles wat bovenlaag is bijna allemaal op dubbelzijdige tape. De voetjes. De bles, of hoe noemen ze dat? Poten. Zo'n bike. En nog een pootje. En als het goed is, heb ik het dan allemaal. Even kijken. Dan start ik even met alles even te beinkten. Je zou de rode... Ja, ik denk dat de rode nou bij die rode... bij het rode papier ook het mooiste is. Eerlijk gezegd. Eén. Maar goed, dat groene, daar kan man wel weer een andere keer van pas komen. Dus daar moet je. Zo. Dit wil ik niet te. Het gezicht, een klein beetje zo. Ja, ik hoorde ook mensen die gewoon niet meer met de trein naar huis te komen van de Crealoe gisteren. Ik denk, dat is toch ook wel knap vervelend als je dan zo'n leuke dag hebt en dan kunnen niet meer naar huis toe. Omdat de treinen niet rijden. Wat dat betreft zijn we hier in Nederland niks gewend, hè? Overal in de wereld waar flink pak sneeuw ligt, daar rijdt alles. En hier hoeft een blaadje op de rails te liggen en het is, alles ligt plat. Zo, even kijken. Heb ik nou alles? Nee, niet alles. Dit nog, maar dat kan ik beter doen als ik het wil plakken. En dan moet ik even mijn vinger afpoetsen, want nu ga ik naar de roze toe. En het zit meteen vol. En voor de roze heb ik een heel klein borsteltje. Oh, daar heb ik niet gelinkt. Denk ik nu aan. Dat is het kleine borsteltje van de nummer 3 van Lavinia Stamps. En ik heb hier de... Ik wilde nu ook weer gaan voor een lichtere roze tint, dus niet voor een harde. De Tellet Rose op de oxide. Nou, kom op. Ik denk dat ik beter zo kan doen. Gewoon een beetje op zijn bike. Even kijken, en dan zijn bles gaat ook een beetje roze op. Hebben zich erop ingericht. Ja, dat klopt. Die zich erop ingericht hebben. Maar ik vind dat dat hier ook wel wat kan. Of niet? We zijn toch niet zo'n onderontwikkeld land dat dat niet meer kan. Nou, heb ik hier oortjes. Wil ik ook een beetje. Deze kant ook. Zit ook een oortje. En ik wil een klein beetje van de oogjes bovenin. Dat gaat nog wel goed zo. Ik mag dat oortje dus raken. Dat is niet zo erg. Dan heb ik hier neusje. Neusje wil ik ook een beetje roze hebben. Klein beetje. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Altijd een beetje dichterbij houden.
Oké, hier kom ik wel naar Rotterdam toe. Fijn, dat is dan. Even kijken, hier heb ik maar de. Ik hoef alleen maar dat witte. Van de pootjes te hebben, dit. Middelste, dus dan maak ik ook een beetje roze. Gaat veel beter als je gewoon. Zo, dan kun je een beetje draaien en dan is het niet zo hard. Zo. Dan heb ik, even kijken, ik heb hier een alcoholmarker, dan wat moet ik dan zwart maken? Nou, de oogjes, maar de oogjes, dat doe ik nu nog niet. Zo, oh, ik heb hier twee oogjes, dus dat kan ik wel. Neusje in ieder geval. En de oogjes. En dat was het volgens mij. Ik ga even spieken bij die andere. Dat ik nu alles zwart heb gemaakt. Ja. En dan moet ik nu ook beslissen welke kleur ik ga gebruiken voor de sjaal. Maar ik denk inderdaad dat rood mooier is dan dat groene. Maar ja, dus we gaan voor het rode. En omdat ik de rode wil, wil ik ook die mooie witte streepjes erop. En dat ga ik doen met de gelpen. Ik wilde zeggen, en dan hoop ik dat mijn gelpen het doet. Want straks deed het niet. Ik heb hem even verhit. En nu doet hij het weer. Je kunt ook een Posca pen pakken als je wil. Maar ik vond het wel leuker om het wit te maken. Dan spreekt hij toch weer net wat meer. En dan moet ik heel goed opletten. Zit ik met mijn hoofd trouwens in de? Nee. Ik heb hem zo ingezoomd dat ik... Even kijken, dan moet deze en die. Oké, okay, ja. Er zitten lijntjes in. Als je dus die cut, dan heb je van die groefjes erin zitten. Dus je kunt precies zien wat je wit moet maken. Alleen, ik heb nu heel lastig licht. Ik heb heel goed licht, maar omdat ik maar één lamp aan kan zetten, anders heb ik ook al schaduw in zitten. Dat is een beetje lastig. Dus ik werk nu in een donkere kamer met één daglichtlamp. En dan geven jullie het beste beeld, maar voor mij niet altijd het beste licht. Zo. Is die droog? Ik zie dat jullie... Oh, wat voor corset zou je toe gaan? Tries? Oh, Masada. Zon is er dan, hè? Is dat niet doorgaan? Nou, die kan drogen in de tussentijd. Dan ga ik nu de beer in elkaar zetten. En daar heb ik mijn tweezer bij nodig, want dat vind ik gewoon veel fijner. Wel echt vet. Dit hier aan de kant leggen. Zo. Kijk, kan ik hem zo pakken. Dan begin ik met de bike. Ah, die hoeft niet. Kijk, die hoeft niet te plakken. Er zit nog dubbelzijde tape op. Dan moet ik wel de tape vanaf zien te krijgen. Pootjes. Ja, dat snap ik wel even van Wout, ja.
kijk je dan toch naar uit, hè? Ik zet ze een beetje schuin. Zo, een beetje omhoog. Maar je kunt ze zo ook zetten, hè? Net wat je zelf het leukste vindt. Zo. En dan moet ik even kijken, dit zijn de... Nee, eerst ho, bijna verkeerd. Nu moet ik deze doen, want die moet ik wel even nog beïnkten. En even die kleine dingen eruit duwen. Die blijven zitten. Die wil ik niet. Die willen er ook niet uit. Misschien als ik ze aan mijn vinger... Nee, ja, eentje. Kom. Niet. Ze zegt niet. Come on. Had ik misschien wel tevoren moeten doen. Nou. Zit echt vast deze. Dat is één. Die is wel makkelijker. Dan is het zo klein, hè? Zo lekker handig. Plakt allemaal. En dat is het nadeel van als ik hem dubbelzijdige tape doe. Ik had dat vorige keer niet gedaan. De kleine spul wil dan nog wel eens blijven zitten. Nee. Nummer 1 is er nu wel uit. Zo. Nou, we gaan met de tweede hetzelfde gevecht aan. Zit zelfs nog van de vorige keer. En? Wit in. Kom, blijf nou gewoon aan mijn vinger plakken. Anders blijft aan mijn vinger plakken, behalve dat. Het is wel een nadeel van als je van die nagels hebt, die zijn al wat dikker, dat je niet alles zelf goed kunt pakken. Als met een set moet doen. Kom aan. Echt, nu ben ik echt aan het handelsen. Kom op. Volgende keer heb ik dit pootje toch maar gewoon... Ik dacht makkelijker. Dat ze dun is. Doe zij er een tape achter. Ik vind het eigenlijk niet zo handig nu. Nou, weet je. Ik maak hem bruin en dan pluk ik dat ene dingetje er straks wel tussenuit. Hij is er bijna uit, maar... Anders duurt het wel erg lang, jullie. Oh, hij is eruit. Kijk, hij zit hier. Zo. Dan nog even deze dingen van mijn vinger af zien te krijgen. Werkt dan makkelijker. Ik hoor iemand heel hard remmen hiervoor. Misschien een goed teken. Op een weg van 30 kilometer, hè? Nou, dan heb ik die witte. Kijk, die kan ik er zo uithalen. Zo. Zo. En nu kunnen die grotere, ja, wat zijn het allemaal pootjes? Die kun je eigenlijk, ik heb ze bij deze gewoon, kijk, deze zit echt zo. En dan zit de andere, zit dus wat verder naar deze kant toe.
Ja, je kunt dat net leggen zoals je wilt. Je kunt ze ook zo leggen. Dus echt zo. Maar dan vond ik het echt zonde, want dan zie je helemaal niks meer van de pootjes. Dus ik dacht van, nou weet je, ik wil nog wel een beetje van de wit zien. Dus ik ga ze nou deze kant op leggen. Ik doe gewoon hier wat plak. Kijk, ik wil wat van het wit zien, dus ik ga dit doen, zei ik. Even kijken. Hi Kim. Zo. Dan hebben we de... Ik weet niet hoe het, ik noem het maar bles. Ik weet niet hoe dat ze dat noemen. Hier. Ik moet nog goed nadenken hoor. Dan dat witte stukje. Oh, daar zit wel dubbelzijdige tape aan. Ik vind het namelijk niet handig als hier al dubbelzijdige tape op zit. Want dat plakt dan de hele tijd aan mijn tafel vast. Dus echt alleen de dingen die nodig zijn. Die kunnen. Zo, en dan ga ik even het gezicht in elkaar zetten. Wel handig, hè? Dan hebben we de oortjes. Ik doe gewoon hier een beetje lijm, dat is makkelijker. Ach, dat hoeft helemaal niet, Marga. Zie je? Gewoon niet nadenken. Daar zit gewoon dubbelzijdige tape onder. Zo. Dan deze. Die witte eruit. Die werkt niet. Dan de neus. Neus pas ik precies hier in het midden. Dan zie ik dat ik de mond vergeten ben te kleuren. Die heb ik bij de vorige niet gedaan, die mond. Toen heb ik de onderkant wat donkerder gemaakt. Maar nu maak ik hem zwart en nou, kijk, die zit hier namelijk. Maar bij de vorige had ik gewoon zeg maar de onderkant van het gezicht wat donkerder gemaakt. Dus dan hoef je die mond niet te vullen. Maar dat ben ik nu vergeten. Dus dan gaan we nou de zwarte stukje er wel in plakken. En we gaan gewoon dat zwarte stukje erin plakken, zei ik. Zo. Nou, dan wil ik nog een klein beetje proberen. En het rood ging daar wel. Bij deze zal dat misschien wat minder aan. Een klein beetje roze blosje te maken. En dan wil ik even nog twee witte stippen in de oogjes zetten. Zo. Maar die is wat groter, dus moet die ook wat groter. En dan heb ik hier de das, de sjaal. Die moet nu eerst. Maar die kan ik dus ook ja, weer gaan zetten hoe ik wil. Ik vind als ik hem recht doe, dan zie ik weer heel weinig van die bles. Dus ik ga hem een beetje schuin doen.
Zo. We zijn lekker aan het kletsen, allemaal over de credo, lees ik wel. Even kijken. Nou, dit kan dus ook. Hè. Je kunt ook weer kiezen, kijken. Die kant, dat is ook wel grappig. Die kant op laten kijken. Vind ik ook wel grappig. Niet te veel. Lijm erop. Zo. En dan heb ik nog het mutsje. En het mutsje, daar doe ik verder niet veel aan. Daar geef ik geen kleurtjes. Maar je kunt ook kiezen uit eentje met ribbeltjes of een gladde. Die heb ik niet nodig. De gladde ook niet. Ik pak de ribbeltjes. En je kunt het natuurlijk ook zonder muts doen. Hè? Maar ik dacht, mutsje zit erbij. Dus ik vind het eigenlijk wel leuk. Geen idee hoe laat het is trouwens. Oh, tijd genoeg. Zal ik hem zo neerleggen dan? Zit niet aan mijn tafel weer onder lijn. Leuke beren. Ja, ik vind hem zelf ook helemaal geweldig. Ja, heel erg cute moet ik zeggen. Nou, en dan gaat het mutsje. Ik ga het hier op. Klein beetje zo over zijn oogjes. Een beetje schuin, omdat hij ook schuin kijkt natuurlijk. Zo. Dan maak ik dit aan de kant. En dan gaan we even naar de kaart toe. Ik zie dat ik hier een bochtje in heb zitten. Kijk, zie je? Dan ga ik iets verklappen waar jullie waarschijnlijk niet hebben gezien. Maar ik denk dat ik hem niet recht geplakt heb. Zal ik dat afsnijden? Nee, want dan gaat hij. Nee, we laten hem zitten. Dan gaat deze hier in het hoekje. Kijk, grappig hè? Deze kijkt dan een verschil. Deze kijkt gewoon recht en deze kijkt gewoon schuin, wat een verschil dat daar al meteen maakt eigenlijk. Kijken, zo. En dan wil ik er natuurlijk nog tekst bij hebben. En die had ik ook ergens liggen. Oh ja, ja. En dit komt uit een, die malletjes komt uit een setje van Annette Green. En passen, sommige van deze tekstjes passen er heel mooi op. Die heeft van die labeltjes. Voor haar teksten zeg maar eigenlijk. Maar ja, daar passen deze ook heel mooi op. En ik heb hier gekozen, wishing you a very merry Christmas. Kijk, dit wil ik wel niet op zijn kop hebben. Ik hoop dat ik een beetje recht ben, ja. En die komt dan hier ergens. Ja. Boven beestjes, hè. Zeggen, dit stoort me enorm, maar ik denk niet dat ik het nog los krijg. Moet ik dat gokken? Eigenlijk niet, hè? Nee. Nee, dat moet ik niet doen. Als ik niet gezegd had, had jullie misschien niet opgevallen. Nou, daar gaan we. Spetters. Alles aan de kant. Iedereen aan de kant. Margaret spetteren.
ga kijken of dat al lukt met die spetterbox onder die. Ja. Kijk, zullen jullie dat dan zien? Ja. Nou. Ik heb hier een potje met witte inkt. Maar daar kun je ook gewoon met verf doen. Witte verf. Met witte ecoline kant ook. En een waterkwastje. Een beetje verdunnen. Dit gaat nog wel, dit knoeit nog niet heel erg. Kijk, dat knoeit al wel meer. Klein beetje meer water erbij. Moet ook geen uren duren, hè? Zien jullie hier tegen de zijkant aan? Zachtjes doe. De zijkant nog wat meer. Kijken. Ik vind het gewoon zo leuk. Dat hoort gewoon bij de kerst, vind ik. Nou, volgens mij zitten mijn vingers. Ik heb gelukkig een oude trui aan. Dat heb ik al gedaan. Nou, dit kan. Even heel voorzichtig eronder uit. Zien jullie nou? Dat is niet gelogen, hè? Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Allemaal spetters hier. Terwijl ik toch dat ding gebruik. Het zit helemaal vol met spetters. Dat doe ik even gauw. Voordat ik mijn kaart neerleg. Even schoonmaken. Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar ik heb alles altijd vol zitten. En mijn tablet zit ook vol ziek. Stond achter de doos. Nou, het rest doe ik straks wel. Het is even hier dat ik mijn kaart neer kan leggen zonder dat de achterkant vol spetters zit. Niet te geloven. Marga en spetters. Nou, kijk, heb ik mooi twee kerstkaarten. Deze is natuurlijk nog niet droog, dus moet ik wel voorzichtig voor zijn. Dankjewel, Willy. Dus, ja, als je dat ziet, zie je al heel verschil toch met het hoofdje schuin of niet schuin. En ik zeg al, nu maak ik een kerstkaart van, maar ja, je kunt de beer natuurlijk voor alles gebruiken. Dat hoeft niet per se voor een kerstkaart. Ik ben klaar. Ik weet niet of jullie nog vragen hebben. Heb ik iets gemist? Want jullie waren niet zo druk aan het kletsen vandaag. Alleen over de creëerdoel had ik wel meegekregen trouwens. Nou, graag gedaan. En ik vond het heel leuk dat jullie toch aan deze kant zijn komen kijken. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Ondertussen ben ik hier mijn spetters aan het opruimen. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend. En hopelijk tot de volgende keer weer. Ja, doei doei.